kutte crap met de Oostense kabaal. En vandaag zijn we samen met meneer Tange. Stefan Tange van de Grote Post. Die kennen we natuurlijk allemaal. Wat is uw mening over het tekort aan repetitieruimtes in Oostende? Ja, vandaag en de laatste jaren hoor je veel die vraag naar repetitieruimtes. Ik denk dat dat waar is. Hè. Ik denk ook dat de manier waarop dat mensen repetitieruimtes willen vinden, dat dat misschien ook niet altijd de meest voor de hand liggende manier is. Want iedereen wil blijkbaar een ruimte hebben waar dat hij of zij hun installaties kunnen plaatsen. Een vast kot. En eigenlijk naar een vast kot gaan. Dat is echt niet meer van deze tijd. Ja. Dus ik denk dat er moet gezocht worden naar een vorm zoals een muziekcentrum, zoals dat VIRA-D dat doet, zoals dat de Trix dat doet, zoals dat er een aantal muziekcentra in Vlaanderen zijn. Onlangs is het nog in Rusland ook gegaan. Ik denk niet dat het alleen maar de stad is die dat kan oplossen. Dat denk ik niet. Ik denk dat het belangrijk is wat je daar juist ook gezegd hebt, namelijk dat we allemaal op een positieve manier met elkaar willen samenwerken en kijken naar elkaar. En ik denk dat belangrijk is. Dus hij spreekt over een muziekcentrum. Ik denk dat dat een interessante piste kan zijn. Ja, dat was eigenlijk gewoon de tweede vraag. Dat was eigenlijk perfect ingeleid. Dus de tweede vraag was gewoon van wat denk je van een muziekcentrum in Oostende? Nadenken over een muziekcentrum voor Oostende, dat lijkt mij belangrijk. En hoe snel en hoe rap dat we dat willen, toch zou ik voorstellen om even te temporiseren en daar niet overhaast aan te beginnen. Dus ik denk dat je zeer goed moet weten waar dat je aan begint. Ja. Er bestaat op het niveau van Vlaanderen bestaat daar reglementering rond in het kader van ik denk het kunstendecreet. Ja. Is er daar reglementering en subsidiering voor voorzien? Ja. Dus zoals ik daar juist gezegd heb, de 4AD is een muziekcentrum in Vlaanderen en wordt gesubsidieerd in het kader van het kunstendecreet. Ja. Dat is de Vlaamse reglementering. Dus dat bestaat, dat is één. Twee, we moeten kijken in Oostende wie zich daarvoor zou willen engageren. En ja, misschien... Wel, zoals ik het hoor in de straten en overal waar ik ga, zou iedereen daar zich voor engageren. Ja. Maar het is natuurlijk een verschil tussen zeggen en doen. Maar anyway, ik vind dat we het positieve uit de mensen moeten halen en het hart uit de mensen halen voor samen daar iets aan te doen natuurlijk. Ja, dus ik hoorde jou daar juist ook zeggen van stel dat we zo stappen zetten, moet er een correct businessplan gemaakt worden. En je gebruikte het woord businessplan. Ik denk dat dat een heel juist woord is, maar eigenlijk bedoelen we daarmee een plan van aanpak. Dus we moeten exact weten wat de noden zijn. Ja. En als je de noden heel correct kan omschrijven, dan kun je beginnen aan de invulling. Ja. En als je begint aan de invulling, dan begin je eigenlijk met een raming van de kosten. Ja. En dan heb je verschillende soorten kosten. Dus je hebt een aantal investeringen. Dus wat is er nodig voordat een muziekcentrum open gaat? En dan heb je de exploitatiekosten, dus je hebt alles geïnvesteerd. Wie gaat dat exploiteren? Hè? En hoe gaat die personeelskost gedragen worden? Wie gaat dat dragen? Hè? Ja. En dan heb je ten derde eigenlijk de inkomsten die tegenover die investering en die exploitatiekosten staan. Hè? Ja. En ik denk dat daar een deel op Vlaams niveau gesubsidieerd kan worden. Maar ik denk dat dat eens moet onderzocht worden. Dat is één. Aan de andere kant, en ook heel belangrijk, is de personeelsinvulling. Dus wie gaat dat doen? Wat doen, ja. En wie gaat wat doen? En daarvoor denk ik dat het misschien belangrijk is om te kijken naar de mensen die in Oostende aanwezig zijn en die daar kaas van gegeten hebben. Dus ik denk dat we heel dicht bij Leffingen-Leuren zitten. Misschien moet er met de mensen van Leffingen een keer rond de tafel gezeten worden en kunnen zij dat capteren in aanloop naar een festival. Dus het festival Leffingen-Leuren is toch voor de streek en voor Vlaanderen en allee, voor de regio een belangrijk festival. Dus misschien kan een muziekcentrum daarin ondergebracht worden. Zomaar zeggen dat de stad het allemaal moet doen, ik denk dat dat moeilijk is. Wel, ik denk ook niet. Ik vind ook helemaal dat ik het stad eigenlijk zeker niet allemaal moet doen. Wat ik belangrijk vind, is dat eerst de instanties die er al zijn,
Dus zoals ik daar juist ook al zei, de eilanden die er momenteel al zijn, gewoon dat we eigenlijk een soort eilandenraad, eigenlijk iedereen eerst het aan het plan laten werken. En als we dan uiteindelijk een concreet plan hebben, dan pas nog te stappen. Dat denk ik dat het belangrijk is, dat uit ons, by us, for us, of for us, by us, het principe zou denk ik interessanter zijn dan zomaar iets dat al bestaat. Of, je weet wat ik wil zeggen, de standaards die het maken. Ja, dus binnen de Grote Post zijn er ook een paar mensen die daar nadrukkelijk mee bezig zijn. Ik wil dus met mijn collega's daar ook een keer over spreken, hoe dat we dat best doen. En ik denk inderdaad dat het interessant is en waar is wat hij zegt, is dat er veel mensen allemaal op een eigen eiland bezig zijn. Maar daar gaan we natuurlijk nergens mee geraken, dus dat klopt. Oké, wel meneer Tang. Het is Stefan. Stefan, dank u vriendelijk, het was super interessant. En, see y'all soon.